Goeiedag en welkom bij de Midnight Movie Review. Vandaag zijn we hier op de set van de nieuwe Carrie Slater-verfilming Pijnstillers. En wij gaan met de cast en crew een kijkje nemen om te zien wat voor een film dit gaat worden. Zou je de rol die je speelt kunnen omschrijven? In Pijnstillers speel ik de rol van Marit van Riel. Dat is de moeder van Casper. Casper is de hoofdpersoon. Casper is een 15-jarige jongen die heel goed piano kan spelen, mee wil doen aan een pianoconcours, maar gedurende de film geconfronteerd wordt met het feit dat zijn moeder, ik dus, ziek wordt en daar het gevecht met kanker aangaat. En daarbij lopen ook nog de lijnen van dat ik hem nooit echt heb verteld wie zijn vader is en daar altijd een beetje vaag over ben gebleven. En gedurende de film komt hij erachter ook waarom. Het gaat over Casper. Casper is een jongen van 15 die alleen woont met zijn moeder. Zijn vader heeft hij nooit gekend en zijn moeder doet heel geheimzinnig over wie die is. Zegt dat het een zwerver is en als hij dan dieper gaat vragen, dan slaat ze ineens dicht. Dus hij is op zoek naar zijn vader, stiekem, want zijn moeder wil dat eigenlijk niet. En hij weet niet waarom. En ondertussen speelt hij heel veel piano. Hij wil ook heel graag componist worden later, dus daar is hij heel intensief mee bezig. En weet uiteindelijk door de auditie heen te komen voor een gerenommeerd orkest, waar hij Anouk ontmoet. En Anouk is een heel mooi, blond, beetje alternatief meisje waar hij verliefd op wordt. Ik ben niet een hele erg sympathieke doorsnee man met nogal extreemrechtse gevoelens. Die als het puntje bij paaltje komt erachter komt dat het allemaal wel meevalt. Is dat is behoorlijk heftig. Hoe geef je dat vorm? Ja, hoe geef je dat vorm? Door de teksten duwen me vanzelf die kant uit. En op het moment dat ik het zeg, hoef ik niet zo heel veel meer bij te spelen. Het is zo bot en zo krom dat het, ja, hoe meer ik erbij doe, hoe ongeloofwaardiger het wordt eigenlijk. Dus een rol die totaal ver van je weg staat? Maar dan ook echt totaal, ja. Ja. Het is een hele zware rol. Maar dat gezegd hebbende, het is ook echt de allermooiste rol die ik tot nog toe heb mogen spelen. Ja, helaas heb ik in mijn omgeving een aantal mensen die het gevecht ook met kanker ook voeren, of gevoerd hebben. Dus in zoverre hoefde ik me daar niet te veel op voor te bereiden. Dat zat al in mijn systeem. Alleen om dat dan nu zelf degene te zijn die het heeft. Nou, je zag me vandaag ook rondlopen met special make-up. Dat heeft Rob van Rob's Prop Shop gedaan. En hij is echt waanzinnig. Ik vind het fantastisch dat iemand van een heel ander departement, dus niet een apart departement dat op zich, waar je van zou denken dat heeft met emoties te maken, vooral met buitenkant. Dat is echt niet zo. Door hoe hij mij helemaal transformeert, weet je, echt geen haar meer, geen wenkbrauwen bijna. Torpedeert hij mij gewoon bam, recht mijn emotie. Want ik deed mijn ogen open en ik moest echt zo janken de eerste keer dat ik mezelf zag. Omdat het gewoon zo bizar is om jezelf te zien op een manier hoe ik andere geliefden van mij heb gezien. Weet je, dus dat is nogal mindfuck. Dus dat is, het is een hele intense rol en heel mooi. Dit is je allereerste grote lange film. Is het spannend? Het is enorm spannend om deze film te maken, ja. Het is echt zo'n kans. Maar die druk die voel je ook wel van dat die goed moet worden. Dus. Oké, dat is dus een grote uitdaging. Je ouders produceren en schrijven onder andere deze film. Zorgt dat nog voor botsingen? Nee, eigenlijk valt het tot nu toe wel mee qua botsingen. We hebben er gewoon heel veel, best wel wat maanden aan besteed en geschreven. En dan heb je het er gewoon over om, ik heb een leuk idee. En dan vult dat zich eigenlijk vooral aan en niet zoveel botsingen tot nu toe gehad, gelukkig. Ik vind het heel moeilijk. Ik kom op de set en dan wil ik het meteen overnemen. Regisseren is namelijk het allerleukste wat er is. Dus het is voor mij heel moeilijk om aan te zien. Maar het gaat goed en ze doet het geweldig. Dus ik ben heel trots op haar. Ja, ik vind het altijd weer bijzonder om met nieuwe jonge mensen te werken. Dus Gijs Blom die speelt nu dan de hoofdrol en die doet het hartstikke goed. Ja, maar het boek van Carrie, ja, dat is gewoon, ze snijdt een thema aan. Toch over het verlies van, mogelijk verlies van ouders of ziekte van ouders. En ja, dat is toch iets waar we allemaal wel mee te maken zouden kunnen krijgen. Ik zelf in mijn jeugd ook. Dus ja, het is iets wat toch dichtbij staat, maar waar je niet aan wil denken. En er zit ook heel
heel veel humor in het verhaal. Dus dat maakt het ook weer heel bijzonder. Waar natuurlijk Carrie heel erg goed in is, is dat zij hele krachtige onderwerpen combineert. Toch met hele aansprekende, gevoelens van jongeren. En ik denk dat dat de films volgens mij ook heel erg succesvol maakt. En ook de boeken natuurlijk. Spijt was een enorm succes. 420.000 bezoekers. Voel je nou een hele grote zware druk op je schouders? Ik voel wel een druk, maar niet eigenlijk omdat Spijt zo goed. Dat is eigenlijk meer een soort van steun in de rug, zo van dat hij goed heeft gelopen. Maar je voelt eerder gewoon de druk van een eerste film maken en hopen dat hij goed wordt en hopen dat mensen er naartoe willen gaan. En ja, wij dachten gewoon, dit is ook weer een heel mooi boek, maar dit is maatschappelijk is het natuurlijk minder heftig dan zo'n onderwerp als bij Spijt. Ja, wij denken gewoon niet in, daar moeten we overheen. Dit is ook een mooi verhaal en daar steken wij onze positieve energie in. Dat doet Carrie ook. Die gaat ook niet denken, oh, ik schrijf maar niks meer omdat het dan... En dat vinden wij gewoon, daar gaat het ons om. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd naar hoe deze film eruit gaat zien. Eind dit jaar draait hij dus in de bioscoop. Pijnstillers, check it out.